Het faciliteren van organisatieontwikkeling lijkt voor veel mensen bijna een soort mysterie. Hoe doe je cultuuromslag? Hoe breng je leven in structuur? Als leidinggevende met mij spreken over medewerkers, dan zeggen ze, hoe verander je die mindset van mensen? Hoe, die weerstand tegen verandering, hoe ga je daarmee om? Maar ook de medewerkers die denken over hun leidinggevende na en die zeggen, die leidinggevende, die zijn zo resultaatgericht, zo controlegericht, ze plaatsen alles in vakjes. En ook als buitenstaander, als je als kijkt als burger naar de overheid of ouders naar de school of als patiënt naar een zorginstelling of zo, naar een bedrijf, dan vraag je soms af, hoe krijg je leven in die middeleeuwse structuren die zichzelf voortdurend in stand houden? Hoe kan het leven er terug ingebracht worden? Het is bijna een soort mysterie. En mijn voorstel is dat iedereen kan aan organisatieomslag doen. Iedereen kan aan cultuuromslag doen. Niet alleen de CEO of de algemene directeur die een plan bedenkt van implementatie. Iedereen heeft daar zijn verantwoordelijkheid in. Op de plek waar dat je staat, heb je een circle of influence. Op die plek waar je staat, kun je beginnen om zelf levend te zijn en niet een spel mee te spelen, maar in dialoog te gaan, om je te laten kennen. En ook om feedback te ontvangen, om patroondoorbrekend gedrag te stellen, om samen onderzoek te doen, om vragen te stellen. Je kunt zoveel doen op je plek waar je bent, om een nieuwe cultuur te brengen in organisatie, om leven te creëren. En vandaag de dag is daar heel veel rond te doen. Ik lees een aantal boeken, het Semco-verhaal op dit moment, een ouder boek van de jaren 90, een CEO die beslist zijn medewerkers te vertrouwen en vergaan te delegeren. Of Eckhart's Notes bijvoorbeeld. Eckhart die allemaal kleine cellen van teams installeert. Ook Wouter Hart, meer recent, terug naar de bedoeling. Niet de systemen en de regels omwille van zichzelf, maar wat is eigenlijk de bedoeling? En daar dat prioriteit te geven. Lalou, uiteraard, reinventing organization. Echt opnieuw uitvinden, wat zijn de principes om samen te werken in de organisatie. En heeft daar 3 rond geformuleerd. Freedom, echt zo het idee van het bevrijden van het potentieel in organisaties. Er is zoveel potentieel, maar dat moet bevrijd worden vanuit het juk van de vakjes. Of Aslander met zijn easycratie van laten we gaan naar minimale structuren waar dat maximale creativiteit en levendigheid is. En dan heb je nog de klassiekers, Senge, met zijn, we moeten meer systeemgericht denken en de mentale modellen in vraag stellen. Dat doet Morgan bijvoorbeeld. Is een organisatie een machine of is het een organisme? Het images of organization. En ik haal heel veel inspiratie ook uit Spiral Dynamics. Dan met kleurtjes uitgedrukt de Thiel organisatie, de Cyano organisatie, die functioneert als een levend systeem. Hoe is dat dan? En welke methodiek kunnen we daarin gebruiken? En het principe is in ieder geval dat het gaat via iedereen die erbij betrokken is. Medewerkers, leidinggevenden, leveranciers, klanten, coaches, adviseurs, trainers, zoals ik. Iedereen kan op zijn plek een verschil maken. Ik breng dat methodisch ook in kaart via de organisatievork. Organisatieontwikkeling doen via de organisatievork. En die vork maakt eigenlijk duidelijk met welk denkmodel we aan de slag kunnen gaan. Een eerste zaak is dat er uiteraard een organisatieontwikkeling is op het vlak van identiteit. Een organisatie heeft een identiteit, zowel structuur als cultuur horen daarbij. Maar het gaat eigenlijk over een gedeeld verhaal. Een verhaal die leeft in alle communicaties, in de symbolen. En dat is een verhaal vanuit een verleden naar een toekomst toe. Het is meer dan een mission statement die ergens aan de muur hangt. De organisatieidentiteit, dat heeft met waarden te maken, met talenten, maar vooral een gedeeld verhaal dat door iedereen als het ware uitgeademd wordt. En dat gedeeld verhaal heeft veel te maken met de plek van de organisatie in een groter geheel. Een organisatie leeft niet voor zichzelf, niet voor de winst van de aandeelhouders of om zijn eigen voortbestaan te garanderen. Die neiging is wel heel sterk aanwezig. Maar de zin van een organisatie, de bestaansreden,
ligt in de bijdrage in het groter geheel. Er komt vanuit het grotere geheel heel veel op ons af. Er zijn een nieuwe economie, nieuwe politiek, nieuwe samenleving, maar veel concreter. Onze burgers, de klanten, de studenten, de zorgbehoevenden vragen andere dingen van organisaties vandaag de dag. En organisaties hebben daarnaar te luisteren. Die hebben daar rekening mee te houden, dat te absorberen en creatief te gaan gebruiken. Maar de organisatie zal als antwoord daar dan ook een bijdrage in doen, een soort profilering en positionering. En die specifieke bijdrage is doordacht. We hebben dus samen, om dat gedeeld verhaal te maken, te reflecteren over alles wat er in dat grotere geheel aan de gang is en wat dat met ons doet. Dit is het werk van iedereen en niet alleen van de Raad van Bestuur bijvoorbeeld. Dit is de basis, de inbedding van de organisatie in het grotere geheel. Dat is zinvol om te doen. Dan hebben we als belangrijkste spoor, zei ik, dat we de persoonlijke ontwikkeling iedereen verantwoordelijkheid geven om aan organisatie te doen. De persoonlijke ontwikkeling wordt een uiterst belangrijke spoor, een hefboom om aan organisatieontwikkeling te doen. Je kunt spreken van persoonlijke organisatieontwikkeling. Niet zozeer organisatieontwikkeling via te implementeren plannen, nieuwe divisies creëren, producten creëren, fusies doen, zaken stoppen, zaken beginnen. Nee, organisatieontwikkeling gaat over leven. En het leven, dat zit in de mens. Iedereen heeft een stukje leven en Laloux noemt dat heelheid. Het gaat niet over je professionele rol of functie die je te vervullen hebt in de organisatie, maar jij als persoon, hoe ben jij daarin aanwezig? Met je gevoeligheden, met je bagage die je meebrengt, daar heb je aan gewerkt. Je kunt je kwetsbaar opstellen, je kunt dromen, je kunt je talenten inzetten. Die persoonlijke ontwikkeling van die gehele mens wordt eigenlijk de basis van organisatieontwikkeling. En dat gaan we in ons vorkmodel meenemen. Dat is een belangrijk spoor dat we volgen, is persoonlijke ontwikkeling centraal stellen. Natuurlijk kun je niet verwachten van elk individu dat die autonoom een organisatie in beweging kan krijgen. Alleen op de plek waar dat je staat kun je beweging krijgen. Maar je hebt dus eigenlijk teams nodig, de groepen waarbij je toe behoort, heb je nodig om je te steunen. En teams, dat doe ik dus heel graag in cirkelvorm. Dat is een afdelingsteam bijvoorbeeld. Zet die mensen samen vanuit hun persoon, zet die hele gehele mensen met hun kwetsbaarheid, met hun dromen, met hun talenten, zet die samen in cirkels, ontwikkelcirkels noem ik ze, rond bepaalde onderwerpen, rond bepaalde taken of rond bepaalde thema's die te doen zijn in de organisatie. En die ontwikkelcirkels, die gaan eigenlijk het individu een plek geven door de dialoog aan te gaan, door in de gelijkenis en de verschil aan te gaan. En die teams vormen dan een onderdeel in de organisatie-identiteit, in het verhaal die verteld wordt. We hebben afdelingsteams van mensen die samen zijn, maar die afdelingsteams die hebben leidinggevenden. En die leidinggevenden die vormen ook weer een cirkel, bijvoorbeeld de middenkaders of de MT's. Neem nu een managementteam die bijeenkomt. Vaak merk je dat die directeuren of managers in hun divisie of faculteit of afdeling heel geïsoleerd bezig zijn. Veel directeuren zijn eigenlijk eenzaam. Ze missen hun collegialiteit binnen hun managementlaag, want het is een laag in de organisatie waar dat leidinggevende en managers elkaar vinden. Maar ze zijn heel vaak eenzaam en binnen hun silo zijn ze dan ook weer vaak resultaatgericht of controlegericht bezig. Dus de leidinggevenden vormen een belangrijke laag en de managementteams hebben dan weer een aansluiting via de algemeen directeur in de inrichtende macht. Dat zijn allemaal lagen. Het gaat dus niet over hiërarchie van de leidinggevende die boven zijn afdeling staat. Nee, de leidinggevende krijgt een heel andere functie. De leidinggevende is de verbinder tussen verschillende cirkels. En de leidinggevende samen verbinden dan die ontwikkelcirkels. De verbinder. Heel belangrijke identiteitswijziging van leiderschap. Die medewerkers kunnen dan vervolgens ook weer een
een groep vormen, een ontwikkelcirkel vormen met klanten of stakeholders. En daar, soms wordt dat focusgroep genoemd. En daarin ga je feedback geven, feedback krijgen van je klanten. Je gaat experimenteren, samen reflecteren. En zo, je ziet dat al die cirkels samen vormen in de organisatie allemaal cellen van een levend systeem. Dat is mijn idee. Dat is, ontwikkelcirkels zijn eigenlijk de basis waarin de individuen hun plek vinden en die kruisbestuiving hebben onder elkaar via de verbindende functie van de leidinggevende en zo een bijdrage leveren tot dat gedeeld verhaal. En dat gedeeld verhaal, dat wordt geleefd, dat wordt verteld. Dat zijn anekdotes, dat zijn symbolen, dat zijn verhalen, voorvallen, experimenten, successen, mislukkingen enzovoort. Het bovenste spoor van de organisatie vork is de organisatie zelfsturing. We kennen individuele zelfsturing, we kennen ook zelfsturing in teams, zelfsturende teams. Maar hier gaat het over het zelfsturend vermogen van een organisatie om in leven te blijven, om een levend organisme te zijn die invloeden van buitenaf kan absorberen en creatief kan gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen. De organisatie zelfsturing is zeer noodzakelijk om eigenlijk in leven te blijven en te bewegen. Die organisatie zelfsturen zit overal. Dat zit bij de personen, de personen die aan zelfsturing doen, die kunnen reflecteren, die kunnen dialogiseren, die kunnen experimenteren, die kunnen patronen doorbreken, patronen benoemen, bewust worden, verschillen, gelijkenissen enzovoort, bemiddelen, coachen. Al die nieuwe vaardigheden zijn eigenlijk 21e eeuwse vaardigheden van organisaties die zullen helpen te overleven. En die personen die zelfsturing pakken, krijgen dan ook een zelfsturing van teams. Ontwikkelcirkels die de zelfsturing hebben om met elkaar aan de slag te gaan en zijn dan een onderdeel van die identiteit van de organisatie enzovoort. Mijn punt is dus, als je naar de organisatie vorm bekijkt, dat er verschillende sporen zijn die tegelijkertijd aan het werk zijn om aan organisatieontwikkeling te doen, met het accent, de focus, op de kracht van persoonlijke, volledige, kwetsbare, totale mensen die aanwezig zijn, die wakker zijn, die leven en die geborgen zijn in de groepen. Dat is echt de basis voor dan te komen naar een gedeeld verhaal binnen zingevende, grotere gehelen. Het is een keuze die je maakt als organisatie om die dialogen en die persoonlijke ontwikkelingen centraal te stellen in hoe dat je nadenkt over organisatieontwikkeling. En ik volg als besluit, volg ik daarin Arnold Cornelis. En die zegt, dat is een Belgische professor, en die zegt, in de vorige eeuw was de stabiliteit van een organisatie te vinden in de rationaliteit, in de controle, het meten, de vakjes. Terwijl we gaan naar een samenleving waarin dat we zoeken naar een nieuwe stabiliteitslaag, noemt hij dat. Een stabiliteitslaag. Mijn voorstel om te gaan naar ontwikkelcirkels en persoonlijke ontwikkeling wil niet zeggen dat we gaan naar anarchie of chaos of therapeutische instellingen. Wij gaan naar een nieuwe stabiliteitslaag. En in de dialoog, in de ontwikkeling zelf bezig zijn, creëert een nieuw soort veiligheid en zekerheid. En dat is iets dat we kunnen ontdekken. Arnold noemt dat communicatieve zelfsturing. Iedereen gaat zijn eigen gevoel, een zelfsturingsgevoel gebruiken, dat in communicatie brengen en laat toetsen. Want je krijgt ook feedback en je stuurt jezelf voortdurend bij. Dat idee, communicatieve zelfsturing, is voor de volgende decennia de nieuwe stabiliteitslaag van een organisatie. In de dialoog, in het reflecteren, kun je rust vinden, kun je je goed voelen. Want je gaat weten dat je kunt overleven. En mijn punt is dus dat dit soort zaken, die natuurlijk onder de competentie vallen van coaches en trainers en facilitatoren, dit soort zaken zijn aan te leren. En het gaat om op weg te gaan, om die stappen te gaan zetten. En de grootste bijdrage is in feite in een cirkel te gaan zitten of in een gesprek te hebben waarin dat je kwetsbaar kunt zijn en waarin dat er veiligheid gecreëerd wordt en een goede stemming en werkplezier en dat we het dan samen hebben over een aantal onderwerpen
waar dat we dan gelijkenissen en verschillen in benoemen. Geen probleem allemaal. Het gaat hem over het er met elkaar samen over te hebben in een sfeer van kwetsbaarheid en heelheid. Dat is mijn voorstel. Persoonlijke ontwikkeling ingebed in ontwikkelcirkels, in groepen, als absolute basis van een nieuw soort organisatieontwikkeling die dan toch als doel heeft om leven te creëren in structuren en in de volgende decennia meer kans te hebben ook om te overleven. De organisatievork voor het faciliteren van organisatieontwikkeling.